Goedemorgen, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe vakantievlog. Het is vandaag zondag en het is ook tevens een week geleden dat we hier op de camping aankwamen. Dus we hebben nog precies een week om te genieten van deze plek. En we gaan vandaag, weten we nog niet precies wat we gaan doen, we gaan waarschijnlijk gewoon relaxen. Vakantie is om te relaxen. Natuurlijk ook gewoon vrieren. We gaan misschien wel nog naar het stadje, naar Rioms. En we gaan natuurlijk zwemmen. Goedemorgen, Bo. Bo zit dan aan het poetsen. Het is al eigenlijk best wel laat. Het is al 10 over 11. Dus we zijn een beetje laat begonnen met filmen. Maar we hebben nog een hele dag. Het chillen aan de zomervakantie is dat het heel lang licht blijft. Dus we kunnen sowieso veel langer filmen. Zoals jullie hadden gezien was mijn voet dus open. Hier, je kan nog steeds wel zien hier. Het vel zit helemaal los. Maar Bo heeft het gisteren ook gehad. Hier, laat je voeten zien. Dus we kunnen allebei niet echt freerunnen. Ja, ik kan wel freerunnen. Maar het is niet dat ik echt hard tricks kan doen ofzo. Dus dat is wel vervelend. Ik hoop dat het snel overgaat, maar dat weet ik niet zeker. Denk je dat het snel overgaat al? Nou, ik denk dat over 1 of 2 dagen wel gewoon een laag op zit waardoor het beschermd is en dat je wel kan lopen en zo. Maar bij mij is het nu nog, bij mij is het gisteren gebeurd, bij mij is het gewoon nog open. Dus als ik zeg maar een beetje loop, dan is het, kan het gewoon gaan ontsteken en dat wil ik niet. Ik ga even kijken of ik een paar flips met mijn voet kan. Bo kan jammer genoeg helemaal niks. Maar volgens mij kan ik wel gewoon backflip, sideflip. Misschien Arabier backflip of zo. Dus ik ga het proberen. Moeilijkere tricks ga ik niet doen. Het is echt vermoeiend. Vooral met het warme weer. Maar ik denk dat ik met mijn voet nog niet veel meer kan dan backflip, sideflip. Eigenlijk weer backflip. Misschien frontflip. Dus dat was het even voor nu. We gaan nu eventjes naar de Spar wat eten halen. Ja, want veel anders kunnen we niet doen. Omdat we allebei last hebben van onze voet. En we kunnen daar, ja, misschien kunnen we zo zwemmen, maar ik weet niet zeker. Gewoon zwemmen. Maar meer niet. Dus we gaan dat even doen. Oké, we moeten eventjes kijken wat we gaan halen, want wij moeten vanavond koken. Maar we weten nog niet wat. Ik denk dat we gewoon hierheen gaan. We gaan gewoon alle schappen langs. Spaghetti. Is dit genoeg? Wel. Wat? Ik heb het 5. Ja? Ja, ik kan er voor zeker 2 meenemen. Maar dat is 1,20. Oké, okay. En dan saus. Tomato salt. En gewoon deze. Ja. 2. Dat is het ongeveer. Geraspte kaas. Nee, grote. Ik probeerde net de loopband te filmen toen we daar binnen waren. Maar die vrouw keek ons meteen echt helemaal boos aan. We zijn net klaar met de boodschappen dus. En nu gaan we weer terug naar de camping. En we moeten maar even kijken hoe we onze tijd gaan doden. Want veel qua freerunning kunnen we niet veel. Misschien gaan we een beetje exploren, maar voor de rest niet zoveel. Yo mensen, het is nu 10 uur. Dus we hebben sinds het ontbijt eigenlijk niet meer gefilmd. Want we hebben allebei heel erg last van onze voet. En het was zondag, dus we hadden een beetje een relaxdagje. Ik denk dat als we geen last van ons voet hadden, dat we wel nog dingen hadden gefilmd. Maar jammer genoeg nu niet. Dus waarschijnlijk komt de vlog van morgen komt samen met deze. Dus dan zie je dat vanzelf wel. En anders misschien doen we een ander stukje nog tussen. Het is nu maandag. We hebben dus nog tot zondag dat we hier zijn. En dan gaan we weer terug. En daarna komen er sowieso nog meer video's. Omdat het natuurlijk zo'n vakantie is, dus we hebben niks te doen. Dus dan gaan we maar filmen. Maar in ieder geval, we hebben allebei nog wel echt heel veel last van ons voet. Dus Bo kan echt niet lopen, hè Bo? Nee, ik loop echt heel erg mank en mensen denken dat ik gehandicapt ben. Ja, en ik loop redelijk. Ik kan wel gewoon een paar salts op schoenen, maar niet op barefoot inderdaad. We gaan nu eventjes onze tand poetsen, zoals je hier gezien het toilet was. En ik weet niet wat we allemaal vandaag gaan doen, we gaan waarschijnlijk wel naar het stadje. Misschien kunnen we daar nog iets leuks doen. Maar voor de rest zien jullie wel wat we vandaag allemaal gaan doen. Morgen. Oh nee, overmorgen gaan we in ieder geval. Nee, het is vandaag maandag toch? Morgen gaan we wel kanoën. Dus dat wordt kajak. Vet. Kajak, inderdaad. Met, niet met
één, maar met twee pedals. Dus aan twee kanten zo'n pedal ding. Oké, hij komt er overheen in 3, 2. Ben je klaar voor? Ja. 1. Did you catch it? Ja, tuurlijk. Oké, wij gaan nu kaarten. Want we hebben niks te doen. Inderdaad, we moeten wachten tot Vincent en Miranka terug zijn. Want dan hebben we de camp. Eigenlijk hoef je helemaal niet te wachten. We hoeven niet te wachten. Maar we vervelen ons. Ja, dus en we kunnen niet heel veel doen. Dus. President, dat is zeg maar een kaartspel. Uiteraard. Maar wij doen het met veel meer kaarten, want dat is gewoon veel leuker. Ja, want eigenlijk kan het maar met 1 stapel voor 2. Ja. Maar het is gewoon grappig. Je moet zeg maar, bijvoorbeeld stel ik leg nu 2 op. Je moet het meest hoger leggen. Stel ik begon met 3 tweeën, dan moet hij zo verder. Ik ga het allemaal uitleggen, want het is te veel. Ah, we doen wel eventjes gewoon een timelapse gewoon. Wie heeft er gewonnen, Bo? Ik. Nee, ik heb gewonnen. Yes. Ja, hij ik speel pas. Slim. Nee, ik speel slim. Hij en hij speelt gewoon speel. Iets minder slim. Dus ik win. We zijn nu eventjes onderweg naar de cliffs. En dan gaan we daar, ja, zoals bijna elke dag, gaan we weer even chillen met die Duitse gasten. Maar wij gaan misschien even zwemmen. Ik weet niet of onze voeten dat aankunnen. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Misschien van de wat lagere even wat salts doen. En misschien op de rots doe ik wel een paar flips. Maak daar misschien wel een klein editje van. Dus nu moeten we daar even naartoe lopen. Die weg is best wel sketchy af en toe. Maar je ziet wel, dit is echt nog steeds. Elke keer als ik hier kom, dan denk ik toch wel, wat hebben wij geluk dat we hier zitten. Nee, zo. Nee, zo. Ja, lopen. Er zijn best wel veel mensen. Hij is gek. Hij is gek. Nou, welk cijfer geef je het, Bo? Min 5. Which grade do you give it? I think 5 out of 10. Okay, and you? 6. 6? 7. 7. What do you give your own flip? What? What grade do you give your jump? Nice. We waren maar heel eventjes bij de cliffs, want die Duitse gasten die zijn hier nu voor hun laatste dag. Ze moeten terug om hun spullen te pakken en dan gaan ze weer. Moeten ze weer 2 dagen reizen naar Duitsland. Dus dat is best ver. Wij gaan nu weer gewoon terug naar de camping. Misschien gaan we straks nog even daarboven bij de cliffs gewoon chillen. We kunnen gewoon zwemmen daar in het zwembad. Ja, we kunnen ook daar zwemmen, maar ja, dat kunnen we ook trouwens doen. Dan doen we dat toch? Ik leg wel mijn tas weer terug. Ik ook. We gaan nu eventjes naar het zwembad lopen. Maar we weten niet zeker of we daar mogen, want we hebben zeg maar een, kijk even goed, dit is een zwembroek, maar die is zeg maar wat langer. En volgens mij moet je zeg maar zo'n speedo. In Frankrijk hebben we hier zo'n speedo, weet je wel, dus we gaan even kijken of we mogen. Oké, we zijn dus nu op het zwembad, het mag dus, want we zagen ook, ja, we zitten op het zwembad, in het zwembad, nou niet echt in het zwembad. Want het is een buitenzwembad. Ja, het is een buitenzwembad, maar we zagen ook andere Franse mensen met zo'n normale zwembroek. Dus we dachten, nou, we gaan gewoon naar binnen en het is dus oké. Maar ik wil zeg maar een paar tricks gooien, maar ik ben bang dat als ik met mijn voeten als eerst op het water kom, dat dan mijn wond zeg maar open gaat. Nou, ik weet niet zeker, maar in ieder geval, het is niet fijn. Maar kijk, dit is het zwembad. Wow. Het is niet heel groot, maar het is wel chill van. Dus even afkoelen. Ja, ik ga even gewoon inspringen, ik ga niet zo raar zijn. Castaway, hallo. Ja? Ja. Oké, nu back full. Ja. Oké. Wauw. Wauw! Je bent papa? Wat
Oké, we zijn nu net terug van het zwemmen. We hebben wel lekker gezwommen. Uiteindelijk ging ik toch nog een paar flips doen. Want het blijkt dus ook dat, dat wist ik niet zeker, maar meestal wist het wel, dat als je een open wond hebt en je gaat zwemmen in chloor, dat het ook gewoon desinfecteert. Dus de bacteriën gaan eruit, dus het was gewoon prima om te doen. Het deed ook geen pijn toen ik landde met flips in het water. Dus het was gewoon nog chill om een paar dingen te doen. Lekker afgekoeld. Voor mij wel. Ja, bij mij zit het wel een beetje pijn. Ja, omdat als je... Want bij mij zit de wond zeg maar op de palm van zijn voet. Op de bal. Ah, kijk. Dit is je palm van je voet. Ik kan het ook gewoon laten zien. Daar zit die van Mees. Hier. En bij mij zit die zeg maar... Ja, daaronder. Ja, het is echt heel kut. Want het lijkt... Je kan gewoon niet lopen. Want al de druk komt op die wond. Dus zeg maar alsof je een wondje op je arm hebt. En daar doe je dan even 70 kilo op. Zo voelt het dus. Maar ja. We hebben gezonden, we hebben nu honger. De mensen waar wij op moeten wachten voor het eten zijn nog niet terug. Dus we gaan zelf even naar de supermarkt. Dus dan zien we jullie daar. Yeah, we have food. En nog meer. Dit hebben ze ook in Nederland, zegt hij. Dit is echt iets Nederlands om het gewoon buiten de winkel op te eten. Ja. Volgens mij doe je dat niet in Frankrijk. Frankrijk. Nee. Ik denk dat mensen zo graag gaan aankijken. Ja, als we hier aan het eten zijn. Maar wij gaan eventjes lekker eten. We zijn net klaar met eten. We gaan even teruglopen. Het is wel in Frankrijk zijn de dingen zeg maar die je in Nederland normaal haalt. Voor, weet je wel, dan wil je even iets lekkers eten, dan haal je iets voor 2 euro of zo. Hier is het dan meteen wel ietsjes duurder. Voor wat ik normaal voor 2 euro haal, is nu 4. Maar het is niet erg. Maar het is wel zo. Ja. Dus het is niet dat je hier 5 keer per dag een snack kan gaan halen. Nope. Dat heeft niet heel veel nut. En ik laat bij mijn portemonnee. Ja. Ik hoop dat mijn vader terug is. Dan kunnen we ook nog iets leuks doen misschien. Maar ik heb wel echt zin in morgen, want dan gaan we dus die kanotocht doen. Ik niet. Dat is echt vet. Oh wacht, zit je dan? Ja. Dan heb ik er ook zin in. Je zit de hele dag. En tussendoor gaan we gewoon dingen filmen. En gewoon ook gewoon in de boot waarschijnlijk. En ik heb een eigen kano. Bo heeft een eigen kano. Ik ook. En mijn zus waarschijnlijk. En dan nog mijn vader en zijn vriendin. So that's gonna be fun. De tocht is trouwens 11 kilometer. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Ik weet ook niet hoe lang ik de vorige keer een kano. Je kan het berekenen. Waarom zeg ik dit kano? Het is kajakken. Want weet, als je het verschil weet tussen kano en kajakken, laat het weten in de reacties. Want heel veel mensen weten dat niet. Ik beëindig hierbij de video, omdat we gaan niet meer zoveel doen. En we gaan vroeg slapen, omdat we morgen gaan kanoën. Wat echt dope wordt trouwens. Als je de vakantievlogs nou hartstikke tof vindt en onze video's ook, vergeet dan zeker niet te abonneren. Like deze video ook. Laten we proberen 1500 likes te halen. Het zou vet zijn. En dan zeg ik tot de vlog van morgen.